Mijn naam is Rob Dekker, ik ben 60 jaar en ik ben sinds 9 jaar gerentenier. Dan heb ik alle tijd voor mezelf. En dat is het mooiste wat er is. Je kan zelfs de hele dag de tijd indelen wat je wil doen. Ik ben Ellie Dekker, ik ben 58 jaar en ik werk ook sinds 9 jaar niet meer. Dus gerentenierd. Het voordeel is rentenieren op onze leeftijd. Dat je misschien nog heel veel ambities hebt. En dat je dingen hebt die je niet van jezelf kende. En de mogelijkheid die je dan krijgt doordat je meer tijd hebt, die kan je dan gaan benutten om dat allemaal uit te proberen. Nou, dat je de tijd, zoals net ook, dat je de tijd voor jezelf hebt. En dat je gewoon, ja, je kan alles. Het hoeft niet meer 's avonds, het kan overdag. Ja, als je dus niet meer voor een baas werkt, dan heb je een soort, krijg je een andere levensindeling. En activiteiten die je misschien allemaal in je vrije tijd en avond moest stoppen, die kan je dan overdag gaan uitvoeren. En dat brengt je tot andere dingen en in contact met andere mensen. Ik denk dat heel veel mensen daar tegenaan lopen. Dat ze, en zeker van mijn leeftijd, dat je hoort dat je eerst 5 jaar en dat je dan lekker met pensioen kan. En dat je dan met je 67, dan denk ik dat de mensen niet meer gemotiveerd zijn. Ja, vind ik ook zeker. Omdat lichamelijk merk je zeker op onze leeftijd dat dingen al veranderen. En zeker fysiek zware beroepen. Ja, ik vraag me af of ze die inderdaad die tijd wel vol kunnen maken. En we vrijwilligerswerk, dat blijven we doen zolang we kunnen. Ik doe bij de voetbal alle zaken met betrekking tot de bar. En daar heb ik, daar gaat genoeg tijd in zitten. Ik ben dan 7 jaar vrijwilliger bij een eetcafé. Daar kook ik met en voor een groep mensen met een verstandelijke beperking. Dat heeft de laatste 2 jaar ook een buurtfunctie gekregen. En daar is gewoon nog heel veel in te doen. En dat zal ik ook blijven doen. Dat je zoveel vrijheid hebt. En vrijheid is eigenlijk niet te kopen. En als je dat krijgt, is dat fantastisch. Het is een grote luxe als je inderdaad zelf je tijd kan indelen. En daar heb ik ook zeker geen minuut spijt van gehad. Omdat ik eigenlijk niet wist hoe mijn leven eruit zou zien. En dat weet ik nu wel.